Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Welkom op de Koerbelt. Excelsior 31 speelt vandaag in de competitie tegen Staphorst. Beide ploegen zijn nog ongeslagen. Staphorst heeft 6 punten en Excelsior 31 4. Blijft Staphorst de koppositie behouden of gaat Excelsior er vandaag overheen? Dat gaan we nu zien in de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. En dan is het, moment. Oei, dat is een prima schot van de nummer 20, Reuver. Die op de paal belandt. Zwiers misschien. De lange bal. Geen buitenspel. Het wordt niet gevlagd. Nee. Veldkamp. Penteman. Oh. Wat een mogelijkheid voor Hielke Penteman. Dat deed hij dinsdagavond toch beter. En de inworp blijft staan voor Excelsior 31. Doorgekopt, maar... Je kunt dan heel weinig beginnen tegen de verdediging. Oh, en nu is het Excelsior dat op de paal schiet. Ja, wie deed het? Davina, denk ik. In de kluts. Thomas. Ja, mooie bal. Penteman, nu wel. Nu dan. Ja, nu wel. Penteman in tweede instantie. Brengt hij Excelsior 31 op een 1-0 voorsprong in de 33ste minuut. Hij lijkt iets geblesseerd te geraken daar bij dat doelpunt. Maar belangrijker is die 1 tegen 0 voor Excelsior 31. Goaltjesdief Hielke Penteman. En dat zo rond de 39ste minuut van de eerste helft. Ja. Hakim wordt neergelegd. En scheidsrechter Kuintjes wijst naar de stip. Strafschop voor Excelsior 31. Ja, Esaf Savje werd duidelijk aangetikt door een van de verdedigers van Staphorst. Esaf Savje achter de bal. Korte aanloop. Ja. Keurige Panenka. En het is 2 tegen 0 voor Excelsior 31. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, als je het spel in de eerste helft bekijkt, is het toch een klein beetje geflatteerd. Want verder heeft Excelsior naast dan die gemiste kans van Penteman en een schot op de paal ook nog niet zo heel veel gecreëerd voorin. Overigens Staphorst ook niet. Ja, dat is toch een mooie vrije trap, maar goed doorzien van Melvin Koetsier. Zwiers, Leemhuis. Zwiers, weer Leemhuis. Ja, dat vindt Excelsior leuk. Balletje binnendoor. Prima. Dan is het Veldkamp. Veldkamp met 3-0. Ja, Veldkamp met 3 tegen 0. Jongens, wat een droomstart van Excelsior 31 in de eerste helft. 3 tegen 0. Jasper Veldkamp. Wat een prima beweging ook van Thomas, Sander Thomas. Die ziet dat Jasper Veldkamp vrij staat. Leemhuis ziet direct dat Dix vrij staat. En dan is het Hakim Esaf Savje op de punt van de 16 met een schot. Ja, waar Maats toch enige moeite mee heeft. Veldkamp jaagt. En dat levert succes op. Leemhuis met... Nee, ja. Toch wel. Esaf Savje met zijn tweede. Nee, Esaf Savje niet met zijn tweede. Wacht net iets te lang. Oh.
Oh ja, dat wordt 3-1. Nee, dat wordt geen 3-1. Oh, Stan Haansra net in de ploeg. Je had Staphorst dichterbij kunnen schieten, maar het ging net langs de verkeerde kant van de paal voor Staphorst. Met wat geluk komt hij toch weer terecht bij Excelsior Reinders, Derian Reinders. Op links Schmid. Schmid met een lage voorzet. Hakim Esafzavi. Nou, leg aan. Oh, prima gepakt. Prima geschoten. Niet te hard. En dat is een uitstekende bal voor een keeper. En Jorik Maats met een mooi sprongetje. Kijk, en dat is nou de luchtmacht van Staphorst. Prima combinatie en dan is er toch een schietkans. Ja, maar uitstekend ingegrepen door Melvin Koets hier. Het is toch die Stan Haansra die voor het meeste gevaar zorgt bij Staphorst. Veldkamp, oh dat is een... Nee, Leemhuis die doet daar wel goede dingen mee. Ja, Dix, schieten Dix. Oh, een puntertje. Ja, hij koos de goede hoek, dat wel, maar niet nauwkeurig genoeg. Dan daar weer de lange bal. Weinig mooie combinaties, maar nu wel een handige passeerbeweging. En dan over het doel van Melvin Koetsier. Toch kansjes voor Staphorst. Wat zeg ik? Je mag het rustig kansen noemen. En dan in tweede instantie Melvin Koetsier. Ja, prima bal op Dix. Prima bal op Dix en dan toch weer van... dat is jammer. Dix was niet zelfzuchtig, maar hij geeft ook niet goed af aan Hakim Esafzavi. Dan kun je schieten, ja. En dan, dat is dan de 3-1 zou ik willen zeggen, maar... Wat ik al zei, je hebt af en toe toch wat geluk nodig in de verdediging. En dat heeft Excelsior 31. Want die schoten van Staphorst komen toch niet door. Snelle uitworp. Maar ook al snel weer de bal verloren. En nu geeft scheidsrechterkuitjes dus wel een strafschop voor Staphorst. Terwijl iedereen van Excelsior 31 denkt dat de bal afgefloten zal worden omdat Leemhuis geblesseerd op de grond legt. Maar daar hebben ze geen boodschap aan. En dan is het Staphorst wat weer iets terug mag doen vanaf de 11 meter stip. Koetsier zit in de goede hoek, maar de bal is niet te pakken. En dus komt de spanning toch gedeeltelijk weer terug. Leemhuis, wat kan die bal toch mooi doodleggen. En dan moet je toch zorgen dat ze niet in de 16 komen, want voordat je het weet heb je weer een strafschop. Een mooie omhaal van Sander de Grote, de invaller bij Staphorst. Nog even oppassen geblazen, gevaarlijk doorgekopt. Op de rand van de 16 staan toch altijd 2-3 mensen van Staphorst klaar om in te schieten. Zoals nu. Maar dat gaat maar net naast. Ja, uitstekend schot van Sander de Grote. En Sander Thomas wijst waar die bal moet komen. En die komt op Michel Gerritsen-Mulkes. Oh, en dan is het Maat die de bal loslaat. Maar scheidsrechter Keintjes vindt dat een overtreding. En dan komt het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Keintjes. En zo wint Excelsior 31 met 3-1 van Staphorst. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, hypotheken en alle verzekeringen. Maar ik denk dat alle credits naar, zeker als je kijkt naar de eerste helft, ook met de manier waarop zijn we gewoon wel effectief ook in de kansen. Maar beslissen we eigenlijk de wedstrijd voor rust. De ruimtes lagen er echt en als we wat geduldiger zijn, en ja, dan speel je de wedstrijd uit en dan zet je een hele andere uitslag neer. Maar dat hebben we niet gedaan, maar dat geeft niks. We hebben gewonnen. En
We zijn kritisch, dus dat is goed. Alleen we moeten niet vergeten dat we gewoon hebben gewonnen vandaag en dat we 3 punten hebben gepakt. Tot zover de wedstrijd tussen Excelsior 31 en Staphorst. Volgende week gaan we op bezoek bij Goes. Dan is Excelsior 31 TV er natuurlijk ook weer bij. Tot dan en voor nu een fijn weekend. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.